Hoe ben je op het idee gekomen om dan deze sport mee te doen? Nou, we hebben er jarenlang in de katerij gezeten en op een gegeven moment word je wat groter en wat te groot voor het katje. En dan ga je een grote jongenskat opzoeken en dan komt dit het dichtst bij. Okay, dus dit kun je zien als een grote jongenskat? Ja, dat kan je zeker als een grote jongenskat zien, ja. Wat is nou de kick van deze sport? De kick van deze sport is het teamverband gewoon, de auto's met elkaar, het zijn dezelfde auto's, dat op een circuit zijn met elkaar, samen dingen repareren, samen dingen afstellen en dat is gewoon leuk. En de snelheid natuurlijk, dat is super. Ja. Want wat gaat ze gemiddeld, hoe snel gaat ze gemiddeld zo'n kart? Nou, we komen Ramshoek hier op Assen bijvoorbeeld, dan kan je met een kleine 200 km per uur doorheen, dat lukt wel. Ja. Waarom voor dit model en type gekozen? Want als ik hier zo achter me zie, zijn er verschillende soorten. Ja, er zijn ook verschillende soorten, maar het hangt een verschillend prijskaartje aan. Dit is gewoon een heel betaalbare klasse. Dus eigenlijk op het ogenblik denk ik de goedkoopste klasse om in te rijden. En dus ook betaalbaar voor iedereen. Ja. Daarom, en het is, zeg nogmaals, het lijkt op een kart. Het voelt hetzelfde aan. Hoe lang doet u dit gemiddeld al? Dit doe ik nu al drie jaar. In de Westfield dan. En er komen nog wel jaartjes achteraan, denk ik. Ja. En hoeveel sta je gemiddeld nou momenteel in het klassement? We staan eerst in het klassement algemeen voor de Normas en de Radicals. En Westfield en Super 7 staan we ruim eerste, dus daar kunnen we eigenlijk al niet meer verliezen. Okay, wat is het verschil dan tussen Westfield en de Super 7? Ik denk een 100.000 euro. En een heleboel pk's en een heleboel gewicht. Ze zijn veel sneller. Alleen, ik denk dat dit toch iets betrouwbaarder is, zeker in de endurance. Ja, wat verwacht je van vandaag? Ja, het weer bekijk, kan het alleen maar goed gaan. Als het heel blijft tenminste. Wat is de, ik bedoel, jullie gaan natuurlijk ook op een gegeven moment, ga je de pitstop in? Wat gebeurt daar allemaal? Nou, we gaan de pits in, de rijder gaat eruit, er wordt getankt. Er mag niemand aan de auto komen verder. Er zijn twee man met de tanken, één met een brandblusser, één met de tank, met de tankinstallatie. Zodra het klaar is, komt een nieuwe rijder erin. Insnoeren, vastzetten, helm op en weer gaan. Maar op dat moment ben je heel bewust in het rijden. Hoe zie jij dat je in één keer de pitstop in moet, terwijl je nog rijdt? Dat krijgen we door vanuit de pitstraat met een bord. Dus er zat een heel team in de pits, die houdt dat bij, die houden rondes bij. Die rekenen uit hoeveel brandstof we nog hebben en die geven aan wanneer wij binnen moeten komen. En met wie doe je deze ruilen? Ik rij samen met maatje Code Vet. En het ruilen doet mijn broer en mijn zoon en nog een rijder erbij. Okay, want waarom zoveel man om deze hele auto heen? Heb je nodig, alleen kan je niet tanken en wissel doen. Je kan hier niet insnoeren als je helm op hebt, dat zie je allemaal niet. Dat moeten anderen voor je doen. Dus, en dat is het leuke ook van endurance rijden, het is gewoon echt een groep. Ja. Je moet echt een beetje samenlopen allemaal. Vanmiddag ga je voor de race, ja. Wat hoop je? Nou, er zitten snelle auto's bij die zullen als eerste eindigen. Maar ik hoop kampioen te worden, dat we het volhouden. Het gevaar wat er in deze sport zit, wat is dat? Net zoveel gevaar als in elk andere sport. Met voetbal heb ik ook een been breken. En wij hebben in die hele autoracerij, zolang ze meerijden, eigenlijk nog nooit geen dingen meegemaakt. Die zegt van, ik ga naar de dokter toe, voor een kleinigheidje zo, maar voor de rest geen rare toestanden. Okay. Het is een hele veilige auto. Ja. Maar wat is wel het gevaar wat je met deze auto kunt oplopen? Je kan over de kop gaan met spul. Dus dat is het enige. En ja, je hebt brandstof aan boord, dus het kan altijd in de brand vliegen. Er zit een heel mooi brandblussysteem in. Dus dat is ook allemaal wel beveiligd. Hebben jullie al eens een ongeluk meegemaakt? Ja, 14 dagen geleden nog op Spa-Francorchamps. Zijn we op Blanchimont zijn we er redelijk hard vanaf gegaan. Dus we zijn anderhalve week aan sleutelen geweest om de auto weer klaar te krijgen. Die was helemaal krom. En wie reed er in die auto op dat moment? Ja, ik. En heb je niet zoiets, ik stop met deze hobby? Nee, helemaal niet. Lekker doorgaan. Dus ik ben er gewoon gezond uitgestapt. Beetje spierpijn en een dag later was het erover. Dus, Welke veiligheid is hier toegepast in deze auto? Er zit een rolkooi in. Een 4-jaar gekeurde rolkooi. Met 5-punts gordels erin zitten. Een 4-jaar gekeurde stoel erin. Een brandblussysteem zit erin. Ja, eigenlijk kan weinig mis. Hij kan uit elkaar vallen, maar die kooi waar je in zit blijft heel. Voordat jullie hier aankomen, hoe gaat dan het vervoer? Ik neem aan dat hij niet op de weg gaat. Nee, we hebben een LT-vrachtwagentje, daar kan hij precies in staan. Dan hebben we ook alle banden en alle brandstoffen. Er is een tank onder de vrachtwagen waar de brandstof mee gaat. Methylalcohol, daar rijden we op. En de caravan erachter voor het overnachten. Dus we hebben alles bij ons. Blijven jullie in Nederland of Duitsland, Frankrijk? Nee, dus de eerste race in Nederland eigenlijk. Voor de rest zijn we in Frankrijk geweest, in België, in Duitsland. En volgend jaar gaan we ook naar Engeland toe. Dus, Voordat jullie zo'n baan opgaan, gaan jullie dan eerst nog een stukje huiswerk doen? Ja, we hebben thuis een computer staan met een groot scherm en een stoeltje en een stuur erin. Echt als een Westfield stoel. En die banen gaan we gewoon rijden dan op de computer. Een beetje verkennen van hoe het gaat, wat voor bochten er zijn, rempuntjes wat bekijken.
En dat is dus aardig in werkelijkheid als je hier weer kwam. Hoe is de kwalificatie net gegaan? De kwalificatie is gegaan naar idee. Er zijn snelle auto's bij die zitten voor ons. Maar een endurance moet je het volhouden. En dat is het punt waar wij dus heel hoog op scoren. Door blijven rijden. En? Ja, zoals verwacht. Gewonnen en kampioen. 2011. Ja. Ja. En verwacht, maar ook bepaalde prestaties nog moeten leveren? Nou, wel degelijk. Hij heeft echt zijn best moeten doen op het eind. Want de auto was niet meer zoals hij zijn moest. En het was één olieboel bij zijn voeten. Maar hij heeft het heel goed gedaan. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja.